Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 26 februari. Slagen voor de testen van het leven. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalmen 7, vers 9. Doe mij recht, Heere, want ik ben rechtvaardig en oprechtheid is bij mij. Het leven is vol met uitdagingen die onze vastberadenheid en ons geloof in God testen. Of we worden geconfronteerd met de naderende dreiging van het kwaad, of met onze dagelijkse beslommeringen. Het is zeker dat ons karakter regelmatig op de proef wordt gesteld. Het zou een grote fout zijn om over het hoofd te zien dat God onze harten, onze emoties en onze geest op de proef stelt. Wat betekent het om iets te testen? Het betekent dat er druk wordt uitgeoefend om te zien of het stand houdt. Zal het tegen stress opgewassen zijn? Kan het presteren op het niveau dat de maker zegt dat het kan? Is het authentiek vergeleken met de ware kwaliteitsnorm? God doet hetzelfde met ons. Ben jij vandaag al op de proef gesteld? De sleutel hierbij is dat je God moet blijven vertrouwen, zelfs wanneer je het niet begrijpt. God echt vertrouwen betekent soms dat er onbeantwoorde vragen zullen zijn. Maar als je vooruit blijft kijken, ondanks je twijfels, zal Hij je opbouwen en je sterk maken. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, als ik getest word, wil ik hiervoor klaar zijn, volhouden onder druk, u volgen, ongeacht wat. Laat mij dagelijks zien hoe ik mijn vertrouwen op u kan stellen, zelfs wanneer ik strijd met onbeantwoorde vragen. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.